En dan heet ik u allen hartelijk welkom bij deze academische plechtigheid. Dr. Haak is benoemd tot hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder de acute geneeskunde in de Faculty of Health Medicine and Life Sciences. En ter aanvaarding van dat ambt zal hij zijn openbare les uitspreken onder de hoopgevende titel All is Well. Aan u het woord. All is well. Ja, met mij is alles wel. Ik ben vereerd en blij met mijn benoeming en met de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Die uitdagingen zijn voor mij de thema's voor de toekomst van de acute geneeskunde. In de eerste plaats het herkennen van kwetsbare patiënten. In de tweede plaats het organiseren van het team voor de spoedeisende zorg. In de derde plaats de aandacht voor de logistiek. De doelstelling is daarbij een doelmatige en veilige zorgverlening. Is die er dan nu niet, hoor ik u denken? Nou, ja en nee. Het is goed, hou en zo, niets meer aan doen. Dat is een standaardhouding van veel mensen. Is dat terecht? Het klopt dat veel voorgestelde veranderingen geen verbeteringen zijn. Maar als we terugkijken naar het verleden, zien we toch dat er veel veranderd en veel verbeterd is. Dan verbazen we ons erover dat we het vroeger zo moesten doen en dat we toen tevreden waren. Die houding van tevreden zijn met wat we hebben en van niets liever willen veranderen alsjeblieft, zie ik ook op het terrein van de acute geneeskunde. Mijn verhaal gaat over toen, over nu. En over straks. Over acute interne geneeskunde in het ziekenhuis. Over dokters en andere werkers in de zorg in ziekenhuizen. Ziekenhuis. Wat is een ziekenhuis? Wat is een ziekenhuis gezien vanuit het perspectief van de patiënt, de consument? Een ziekenhuis is een plek waar gewacht wordt. Mensen wachten er op uitleg, op een behandeling of een medische oplossing. Ongerust en vol onzekerheid komen ze er binnen, bang om de touwtjes uit handen te moeten geven. Toch moeten ze geduld hebben en op hun beurt wachten. Terwijl ze dat doen, kunnen ze afleiding zoeken door in wachtruimtes een tijdschrift door te bladeren of naar andere patiënten te kijken en proberen het doel van hun bezoek te raden. Zo hoeven ze even niet aan de reden van hun eigen bezoek te denken. Gedachten dwalen af, denken over andere zaken. De geest als teken van bestaan. We kunnen het ziekenhuis zien als een werkplaats waar menselijke lichamen worden gerepareerd. Waar onderdelen, heupen, knieën, etc. vervangen worden. Wanneer de nadruk ligt op herstellen van wat kapot is, bestaat het gevaar dat er een scheiding optreedt tussen lichaam en ziel. En dat is een verontrustende gedachte. Scheiding van lichaam en geest. Ik herinner u aan René Descartes, ik denk, dus ik ben. U ziet het kunstwerk van Aya Benron getiteld All is Well. Het werk bevindt zich in de hal van het Maxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven, met als doel daar een bijzondere plek voor bespiegeling en bezinning te creëren. Het kunstwerk confronteert ons met onze neiging om de realiteit te ontvluchten en wil daarmee afrekenen. Het werk bestaat uit een spiegelende vijver met een diameter van 4 meter, met zwevend daarboven 6 roestvrij stalen figuren, elk ongeveer 2,5 bij 1 meter. De figuren met botanische elementen verwijzen naar de geschiedenis van de geneeskunde. Alle figuren hangen boven de vijver zonder het water te raken. Spiegelingen van het verleden in het heden. Oneindige diepte om terug te keren tot jezelf. Een vijver, een well. Een bron van hoop, troost, reflectie. Een ziekenhuis als bron voor genezing.
All is well. U ziet een van de figuren van het kunstwerk van Ayenbenrom. De figuur heet Dream en is afgebeeld staande voor de tempel van Esculapius. De tempels van Esculapius, we spreken over de 4e eeuw voor Christus, werden bezocht door zieke mannen en vrouwen. Die tempels waren meestal bij een bron te vinden om daar de rieten van de incubatie uit te voeren. De zieke mensen sliepen in de tempel en wachten tot Esculapius hen in hun slaap genas of hen in een droom instructies zou geven voor een passende geneeswijze. De tempels van Esculapius zijn te beschouwen als de eerste ziekenhuizen. Spoedeisende zorgposten avant la lettre. Ik sla de verdere geschiedenis even over om uit te komen halverwege de jaren 80, mijn begin als dokter in het diaconessenhuis Hilversum. Ziekenhuizen kenden nog geen spoedeisende hulp zoals we die nu kennen. Bouwkundig niet en organisatorisch niet. Er was wel vaak een unit waar patiënten opgevangen konden worden. De ruimte daarvoor was oorspronkelijk voor andere doeleinden bestemd. Je kon daar als dokter in de nacht, samen met een opgetrommelde verpleegkundige, het nachthoofd, de patiënt bekijken, onderzoeken en behandelen. Naar huis als er een oplossing was, of naar de algemene afdeling als er een behandeling in het ziekenhuis nodig was. Overdag gingen patiënten die spoedzorg nodig hadden naar de poli of direct voor opname naar de afdeling. Als beginnende dokter mocht ik toen naast de zorg voor de in het ziekenhuis opgenomen patiënten in het weekend alle spoedzorg op beschouwend terrein leveren. Voor uw informatie, die dienst begon op vrijdagochtend en eindigde maandagavond. Was all toen wel? Er waren in die tijd zeker ook ziekenhuizen met EHBO's, eerste hulp bij ongelukken. Deze afdelingen waren, zoals de naam al suggereert, vooral chirurgisch georiënteerd. Gebroken arm, val op hoofd, gevolgen van verkeersongelukken, etc. De EHBO werd bevolkt door doeners, flinke mensen, chirurgen en in de chirurgie werkzamen. Internisten werden beschouwd als denkers, geen doeners. Toch hebben internisten al decennia, voor mij sinds mensenheugenis, spoedeisende zorg gedaan. Volgens de systemen en met de hulpmiddelen van die tijd. Internisten denken graag goed na voor ze tot actie overgaan. Maar als daar geen tijd voor is, zoals op de spoedeisende hulp, zijn internisten ook getraind om daadkrachtig en snel de situatie te overzien en te stabiliseren. De twee gezichten van de internist. Bedachtzaam, kalm, weloverwogen en handelend waar nodig. Midden jaren 80 waren er ook ziekenhuizen met een niet-chirurgische spoedafdeling voor de beschouwers, de internisten. In het academisch ziekenhuis Leiden trof ik in het vervolg van mijn opleiding zo'n afdeling. Acute opname heette die. Daar kwamen patiënten, verwezen door huisartsen of polyklinieken en ook zelfverwijzers, die ieder op hun beurt gezien en behandeld werden. De acute opname was in een ander gebouw dan de EHBO. De chirurgen en internisten apart. Een wereld van verschil. Het verpleegkundig personeel van deze afdeling was toegewijd en bekwaam, herinner ik me. De dokters waren enthousiast. All well. Deze figuur van Ayenbenrom's kunstwerk is genaamd Think en hoort bij het Eindhovense Maxa Medisch Centrum in de 21ste eeuw. De tijd waarin laboratoriumonderzoeken en high-tech machines het lichamelijk onderzoek verdringen. Dit beeld hoort bij het nu. Speelveld en spelers. Wat speelt er nu? Ik ga met u 4 ontwikkelingen doornemen achtereenvolgens. In de eerste plaats het ontstaan van het subspecialisme acute interne geneeskunde. In de tweede plaats veranderingen in de organisatie van de chirurgie. In de derde plaats het ontstaan van een nieuw specialisme, de SEH-geneeskunde. In de vierde plaats de veranderingen in de inrichting van de spoedzorg. Ik begin bij de acute interne geneeskunde. Het is als subspecialisme in 2005 tijdens de ledenvergadering van de NIV officieel ingesteld. In 2009 is de sectie acute geneeskunde formeel van start gegaan. Die sectie onder leiding van Tom Geers en samen met alle andere strijders van het eerste uur, ik noem nu geen namen verder, heeft het subspecialisme en de opleiding verder ingericht.
Het curriculum van de acute interne geneeskunde is gericht op het kunnen leveren van prompte, hoogkwalitatieve zorg aan patiënten met een acute medische zorgvraag. Doelmatigheid als uitgangspunt. Samenwerking met andere zorgprofessionals als basisprincipe, bijvoorbeeld met intensivisten in kritieke situaties. Er zijn inmiddels 95 internisten geregistreerd, waarvan 7 antegraad opgeleid. Er wordt in alle regio's opgeleid. Er is een uitstekende vereniging voor acute interne geneeskunde opgericht, de zogenaamde DAM. Er worden congressen en symposia gehouden en er wordt scholing gegeven. Hoogtepunt tot nu toe, het congres samen met onze zustervereniging uit het Verenigd Koninkrijk, de SAN, afgelopen mei in Amsterdam. Wetenschap wordt inmiddels lokaal en ook gezamenlijk uitgevoerd. Een consortium is geformeerd. De eerste trial, Fantasy, is van start gegaan. Flashmob onderzoek, ontwikkeld in Rotterdam Erasmus MC, volgt snel. De ontwikkelingen brengen nu ook met zich mee het instellen van leerstoelen en bijbehorende benoemingen. U weet het wel vandaag. All is well. Ik ga door naar de chirurgen. Zij waren de specialisten van het eerste uur op de spoedzorg, de EHBO. In deze tijd hebben ze toenemend een capaciteitsprobleem voor de SEH. Het vak wordt steeds verder opgedeeld of uitgewerkt, zo u wilt, in subspecialismen, waardoor niet iedereen alles kan en mag doen. De traumatologie op de SEH is voor de chirurg van veel ziekenhuizen alleen niet meer volledig op te vangen. Door de modernisering van de opleiding mogen de AJOS-chirurgie niet meer zomaar alles op de SEH blijven doen. Immers, er moet een volwaardig pakket aan ook andere vaardigheden en competenties verkregen worden. Opleiding voor productie. Zorg op SEH moet anders georganiseerd worden. Ik kom daarop terug. Ik vervolg mijn betoog met de SEH-geneeskunde. SEH-artsen zijn sinds enkele jaren op het toneel, een nieuw specialisme. Zij worden in vele ziekenhuizen ingezet met een rol in de opvang van patiënten op de spoedeisende hulp. Hun opleiding is breed. Zij moeten de volle breedte van de specialistische zorg en acute setting kunnen leveren. De opleiding tot SEH-arts is echter nog in ontwikkeling. Ze beperken zich helaas tot 3 jaar waarin alle competenties moeten worden behaald. Die opleiding moet voor tenminste 50% op de SEH worden gevolgd en bevat verder modules op de intensive care, anesthesiologie, cardiologie, kindergeneeskunde, huisartsgeneeskunde en regionale ambulancevoorziening. Een module interne geneeskunde ontbreekt. Die module kan wel lokaal ingevuld worden in MMC, een stage van 2 maanden. De SEH-arts in Nederland wordt in vergelijking met de emergency physician in Engeland kort opgeleid. Die emergency physician heeft een weg van 10 jaar afgelegd tot aan de specialisatie en is daarmee breder en dieper kennis gemaakt met de specialistische spoedzorg. Inmiddels is het vak van SEH-arts officieel door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, de RGS, erkend. Hun aantal is echter nog beperkt. De vraag naar hen is groter dan het aanbod. Ze zijn onderbemand voor de zorg die hen toebedeeld lijkt. Dan naar de veranderde inrichting van de spoedzorg. Er zijn nu zo'n 100 ziekenhuizen. En al die ziekenhuizen hebben een SEH. En bijna overal kan je 7 keer 24 uur terecht. Op die spoedeisende hulpen werken getrainde en georganiseerde verpleegkundigen. Met een algemeen diploma en soms een aantekening voor een specifieke zorgstroom. Opvang van kinderen bijvoorbeeld. Diverse soorten van dokters werken er op deze SEH's. Chirurgen, orthopeden, internisten, longartsen, etc. En SEH-artsen inmiddels in veel, maar niet alle, ziekenhuizen ook. De SEH's van de ziekenhuizen hebben vaak de insteek alles is welkom. Uitzondering bijvoorbeeld grote trauma's met neurochirurgische problematiek. Praktisch gesproken vindt de triage pre-hospitaal plaats via de verwijzers, huisartsen en ambulances. Zij weten uit ervaring waar je voor wat moet zijn. Afspraken. Het grootste volume aan patiënten op de SEH bevindt zich op het terrein van de chirurgie, traumatologie, gebroken botten en zo. Verder zijn er bijvoorbeeld acute buikbeelden en andere zaken. De SEH is, misschien was, een grote werkplek voor het vrije beroep van medisch specialist. De SEH als een belangrijke economische factor. Ook voor internisten was en is dat nog steeds het geval.
Deze economische drijfveren stonden vooruitgang in de weg. Het is goed, hou we zo. Niets meer aan doen. All is well. En om dat te doorbreken moet er bestuurlijk van hogerhand iets gebeuren. Organisatie. Missie. De overheid, en voor hen de zorgverzekeraars, heeft de belangrijke missie de kosten in de zorg te beheersen. Met behoud van kwaliteit natuurlijk. Wijzigingen in het systeem zijn jarenlang voorgesteld. Werkelijke veranderingen steeds tegengehouden of gefrustreerd. Tot het moment dat de regie vast in handen van de zorgverzekeraar kwam. Contracten kunnen nu afgesloten worden voor goede zorg, volumenormen inbegrepen. En dus kunnen instellingen ook geen contracten krijgen voor delen van de zorg. SIH's worden gelicenseerd voor allerlei type patiënten en zorgstromen. Neurologische zorg, CVA, heelkundige zorg, acuut aneurysma, acute cardiologische zorg, multitraumazorg. Hieraan gekoppeld de faciliteit en de capaciteit van de operatiecomplexen in intensive care afdelingen. De spoedeisende hulpen wordt gerelateerd aan huisartsenposten. Het doel is samen onder één dak te komen. Gereguleerde zorgstromen tussen eerste en tweede lijn. Een grote wijziging op de kaart van de spoedeisende hulpen en achterliggende ziekenhuizen is aanstaande. De Gezondheidsraad heeft in 2012 de minister hieromtrent advies gegeven waarbij de bereikbaarheid, de juiste bezetting van de SIH en de afstemming van de spoedeisende zorg in de regio de thema's vormden. De zorgverzekeraars gaan, indien hun plannen realiteit worden, ziekenhuizen contracteren op drie types acute zorg aan de poort. Basis, profiel en compleet. De verschillende SIH's zullen als het ware in een keten moeten functioneren. Er blijven in deze constructie dan mogelijk slechts 50 volledige SIH's in het land die 7 keer 24 uur open zijn. De andere SIH's zijn dan beperkt open, tijdens kantoortijden en soms daarbuiten. Ziekenhuizen moeten de organisatie van hun SIH inrichten met inachtneming van alle normen en verplichtingen die zorgverzekeraars en patiënten, tezamen de maatschappij, vormend van hen vragen. Die organisatie moet dus van de koninkrijken chirurgie en interne een coöperatie maken. Wie heeft daar de broek aan? Zwaait de scepter. Dat wordt op dit moment op elke plek afzonderlijk uitgewerkt. Lokale gebruiken en krachten spelen een rol. De visie van de bestuurder is van belang. Acceptatie op de werkvloer is essentieel. Begrijpt u het nog? Nu interactie. Voor ik de vertaling aan de praktijk met u bespreek, wil ik graag mijn visie geven over de relatie tussen de internisten, acute geneeskunde en de SIH-artsen. In veel ziekenhuizen samen op de werkvloer. Zij werken dan ideaal en nauw samen in de verlening van zorg aan patiënten met acute medische hulpvragen. Er is overlap van expertisegebieden. De specialismen zijn complementair, niet uitwisselbaar. Internisten zijn met name bekwaam op het gebied van complexe zorg, bijvoorbeeld bij de oudere patiënten. De SIH-arts heeft een meerwaarde in de acute opvang van de kritiek zieke patiënt. In algemene zin gesproken is duidelijk dat dokters zich niet moeten begeven buiten hun competentiegebied, het gebied waar ze in getraind zijn. Invulling van de zorgvraag buiten het eigen competentiegebied kan niet zonder risico's en is niet in het belang van de patiënten. Voor de spoedzorg betekent dit dat de internist acute geneeskunde niet vervangen kan worden door een andere specialist, ook niet in het eerste uur. Het eerste uur door sommigen als golden hour omschreven, daarin moet het gebeuren. Geen valse start. Ziekenhuisbestuurders moeten zich dit goed realiseren bij de inrichting van hun organisatie. De internisten moeten zich goed realiseren welke verantwoordelijkheid ze hebben en daar invulling aan geven. Ook de internisten moeten hierin emanciperen. Transformeren naar de nieuwe wereld, de veranderde wereld. Meerdere wegen leiden naar Rome. Niet elke organisatie zal dezelfde oplossing kiezen. Maar gegeven de opkomst van de SIH-artsen, gegeven het steeds meer terugtrekken van de chirurg en gegeven de ontwikkeling van de acute interne geneeskunde zal het leidende team op de SIH een samengesteld profiel dienen te hebben. De SIH-arts 7 keer 24 uur present en logistieke baas. De acute internist voor de patiënten van de interne geneeskunde en beschouwende vakken. De SIH-arts is vooral betrokken bij de traumazorg en alle ongedifferentieerd verwezen patiënten.
De SEH is tevens voor uitgeschoven post en verantwoordelijk voor de zorg van alle specialismen die hun aanwezigheid en of hun competenties voor de SEH niet kunnen waarmaken. De chirurg is beschikbaar bij grote trauma's en andere gecompliceerde acute chirurgische problematiek zoals buiken en bloedingen. SEH-arts in het NIS acute geneeskunde vormen het hart van het team met de chirurg in nabijheid. Deze drie-eenheid zal zich flexibel op voet van gelijkwaardigheid en zonder financiële prikkels moeten organiseren op de werkvloer. Samenwerken. Flexibel samen. Communicatie. Belangrijk. Welke informatie komt er vanuit de verwijzer? En als de arts op de SEH klaar is, welke informatie geeft hij dan terug naar de verwijzer? En welke informatie gaat naar de arts die voor de patiënt zorgt van deze vanuit de SEH in het ziekenhuis opgenomen wordt? Het overdragen van de zorg voor patiënten kent risico's en is een bron van vergissingen en fouten. Ongeveer 80% van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten interne geneeskunde komt binnen via de SEH. En mede daarom is het verstandig, essentieel wat mij betreft, aan te bevelen dat de interne geneeskunde zelf de patiënten ziet en opneemt. In het eigen systeem, al dan niet met hulp van de SEH-arts. De internist is verantwoordelijk vanaf de start. Vermijd het risico van een valse start. Het doel is de juiste zorg op het juiste moment voor de patiënt. Tijdverlies, gezondheidsverlies. Zoals ik in het begin van het verhaal zei, het gaat om veilige, doelmatige zorg met de thema's kwetsbaarheid, teamwork en logistiek. En dan op zoek naar gezondheidswinst. Alle ziekenhuizen hebben een veiligheidsmanagementsysteem dat door de Inspectie voor de Volksgezondheid, de IGZ, wordt gecontroleerd. Er zijn 10 thema's waarbij veel gezondheidswinst is te behalen. Een van die thema's betreft de kwetsbare ouderen. Deze ouderen worden vooral gescreend op delirium, vallen, ondervoeding en fysieke beperkingen. Er zijn richtlijnen voor wat er binnen 24 uur na opname gedaan moet worden op deze gebieden. Het proces bij opname, de periode van naar, op en weer weg van de SEH, blijft buiten beschouwing. Opname van kwetsbare oudere patiënten in het ziekenhuis via de spoedeisende hulp. Het terrein van de spoedeisende hulp. Mijn onderzoek bevindt zich juist op dat speelterrein. Ik zal me in mijn onderzoek vooral richten op die oudere patiënt in het proces op en rond de spoedeisende hulp. Oudere patiënten maken 10-20% deel uit van het totaal aantal bezoeken aan de SEH. Dit aandeel zal in de komende jaren toenemen. Specifieke problemen die een rol spelen bij oudere patiënten zijn complexiteit, zoals multiple comorbiditeit, atypische klachten en polyfarmacie. Ze worden vaker hergepresenteerd op de SEH en krijgen vaker iatrogene complicaties dan jongere patiënten. Ouderen kunnen hun klachten vaak niet goed duiden. Lol in net. Ik kom hierop terug. Logistieke processen op de SEH zijn algemeen en niet specifiek ingericht voor oudere patiënten. Triage-instrumenten zijn niet gevalideerd voor die oudere patiënten. Er zijn aanwijzingen dat oudere patiënten ondergetrieerd worden, waardoor diagnosestelling en therapeutische interventies worden vertraagd en waardoor de uitkomst voor de patiënt negatief wordt beïnvloed. Niet alle ouderen zijn kwetsbaar. Er zijn verschillende indices ontwikkeld om kwetsbaarheid te onderkennen, maar die zijn nog onvoldoende betrouwbaar en toepasbaar gebleken. Het terrein van de acute interne geneeskunde grenst aan en overlapt in het ziekenhuis met dat van de SEH-artsen en chirurgen. Ook zijn er relaties met andere specialismen die patiënten binnenkrijgen via de SEH, zoals neurologie, cardiologie en pulmonologie. Met de eerste lijn is er een verwijs- en overdrachtsrelatie die wezenlijk van belang is voor het goed functioneren van de keten naar en van het ziekenhuis. Het onderzoeksprogramma van de acute geneeskunde met focus op ouderen past goed in de onderzoeksschool Capri, met name in het programma Innovations in Healthcare for the Elderly onder leiding van de hoogleraar in Kempen en Hamers. In mijn onderzoek richt ik me op de eerder besproken thema's: kwetsbaarheid, team en logistiek. Voor het onderzoek is een database aangelegd. Hierin geregistreerd zijn alle bezoeken aan de SEH van het MMC van patiënten interne geneeskunde van 65 jaar en ouder, alsmede een controlegroep van patiënten onder de 65 jaar.
in totaal een kleine 2500 patiënten bezoeken. Deze database is met de hand aangelegd door Steffi Broens en bevat patiëntenkarakteristieken, voorgeschiedenis, presenterende klachten, vitale parameters, diagnostiek, diagnoses, behandeling, opnamegegevens en uitkomsten, inclusief sterfte na 1 jaar. Ook het volledige logistieke proces, met nadruk op de doorlooptijden op de SIH, is opgenomen. Met de hand, zult u denken, een flink karwei. Ja, dat is zo. En kan het niet sneller en beter? Ja, dat kan, maar het is niet makkelijk. Meerdere ziekenhuizen richten zich hierop met hulp van externe commerciële bedrijven. Wij zijn in staat geweest met onze eigen mensen van de ICT en het EPD een tweede database aan te leggen, met erin opgenomen de SIH-bezoeken voor alle specialismen gedurende een periode van 2 jaar. In totaal ongeveer 60.000 patiëntenbezoeken. Deze database is minder compleet dan handmatig en bevat minder gegevens over voorgeschiedenisopname. Een ander probleem is dat diverse items, zoals de presenterende klacht en ook de diagnoses, alleen als woord zijn toegevoegd. Die gemakkelijke codering ontbreekt. Dus ook in die database moet nog wat handwerk gedaan worden. Op de thema's kwetsbaarheid hebben we gekeken naar biomarkers. Er is een wens, zo u wilt, een tendens om naar merkstoffen te kijken die het beloop van de ziekte van de patiënt voorspellen. Bij patiënten in shock bijvoorbeeld is het lactaatgehalte indicator van de ernst van de shock. Er zijn aanwijzingen voor een prognostische waarde van allerlei bepalingen die in het veld van belang zijn. Pro-ADM, D-dimer, etc. In onze database hebben we naar een marker gekeken die vaak wordt bepaald voor algemeen screenende overwegingen. Het natriumgehalte. Natriumzout is een essentieel bestanddeel van ons milieu-interieur. We bepalen het natrium vanuit de interne geneeskunde met het doel te kijken hoe het gesteld is met water- en zoutgehalte van het lichaam. Afwijkingen zijn vaak medeverklarend voor de klachten en verschijnselen van de actuele situatie van de patiënt op de SIH. Met het corrigeren van het natrium kunnen we die actuele situatie verbeteren, samen met andere maatregelen om te genezen of klachten te doen verminderen. Dat is korte termijn winst. Als we in onze database kijken naar de voorspellende waarde van natrium bij de oudere interne patiënt, dan blijken patiënten met verlaagd natrium een verhoogde kans op sterfte te hebben in de opvolgende maanden tot 1 jaar na dato. Natrium is dus een biomarker van kwetsbaarheid, frailty. In onze database zullen we andere factoren van kwetsbaarheid nader bekijken. Over kwetsbaarheid gesproken. Lol in Net en Gomers. Kent u het boek House of God van Samuel Shem? Dokters van mijn leeftijd vast wel, jongeren misschien ook. Een lol in Net is in dat boek een little old lady of no apparent distress. En Gomers zijn go out of my emergency room patients. Deze figuren in andere tijden beschreven, maar nog steeds herkenbaar in onze huidige praktijk, lijken niet kwetsbaar. Maar is dat ook zo? Hoe komen we erachter? Kwetsbaarheid herkennen is belangrijk. Niet herkennen leidt tot verslechtering van de toestand, tot het eerder ontstaan van complicaties en mogelijk zelfs sterfte, onnodige sterfte. Indices voor kwetsbaarheid zijn ontwikkeld, eerder en elders. Goede indices met betrouwbare, voorspellende waarden zijn er helaas niet. De klinische blik van de dokter, verpleegkundige. Hoe zit het daarmee, zult u misschien denken? Volstaat die niet? Nee, die volstaat niet, maar is wel belangrijk. De aanblik van een patiënt, hoe ligt hij of zij erbij? Is de patiënt alert? Ademt hij rustig? Een hand op de neuspunt en het voorhoofd is een methode van de oudere dokter, mijn opleiders vroeger, om te kijken hoe het is. Koude neuspunt, klam voorhoofd, dan de pols voelen, snel en zacht, weinig kracht. De patiënt is er niet goed aan toe. Kritiekzieke patiënten worden op de SIH als urgent getrieerd. Zij dienen direct geholpen te worden, niet in de wachtkamer dus. De jonge dokter, dat wil zeggen de dokters van tegenwoordig, benaderen de kritieke zieke patiënt op de SIH gestructureerd. Anders dan voorheen. ABCDE-methode. Ademwegvrij, ventilatieproblemen, hoe is de circulatie, neurologische beoordeling en onderzoek naar de blootstelling aan omgevingsfactoren. Gestructureerd en herhaald.
Treat first what kills first. De niet-kritiek zieke patiënt op de SIH, de grootste groep patiënten, wordt na triage in de wachtkamer geplaatst. Afhankelijk van de triage is er dan een volgorde van oproep voor de consultatie en wat daarbij verder komt kijken. Van die grote groep mensen zonder herkende kritieke ziekte vormt de oudere mens de grootste groep. Deze oudere patiënten hebben vaak een complex probleem met multiple comorbiditeit, atypische klachten en polyfarmacie. Zij zijn of worden vaker heropgenomen en krijgen vaker iatrogene complicaties dan de jongere patiënten. En zeker als de cognitie is gestoord, worden de klachten bij presentatie niet altijd op de juiste waarde geschat. Oudere mensen worden dan ondergetrieerd, verblijven dan langer in de wachtkamer, maar goed voor hen is. Valse start. Wanneer de herkenning van kwetsbaarheid faalt, is er sprake van een valse start. Een valse start leidt tot disqualificatie, dat weet u. Een valse start geeft schade, dat begrijpt u. Delay van diagnostiek, diagnosestelling en behandeling. Wanneer kwetsbaarheid niet voldoende herkend wordt, moeten we in mijn perceptie alle mensen als kwetsbaar beschouwen. Kwetsbaar tenzij we zeker weten dat ze het niet zijn. Dit systeem met tenzij komt dan in plaats van we beschouwen de mens als kwetsbaar als we kwetsbaarheid herkennen. En wie we niet als kwetsbaar herkennen, heeft pech. Het concept kwetsbaar tenzij gaan we in onze database onderzoeken. De patiënten met goede uitkomst, geen overlijden, geen complicaties, geen heropnames, geen herpresentaties op SIH, willen we in onze grote database identificeren en vergelijken met de karakteristieken van de overigen. Dit onderzoek is in samenwerking met het team van professor Uzay Kaimak van de Technische Universiteit Eindhoven. Uitkomst zonder problemen staat niet volledig gelijk aan de klassificatie niet kwetsbaar. Immers ook kwetsbare patiënten kunnen een ongestoord beloop hebben. Maar de uitkomsten van de analyse kunnen we gecombineerd met eenvoudig te verkrijgen gegevens prospectief testen op onze spoedeisende hulpen in MMC en Maastricht. Dit onderzoek van MMC, MUMC en TUE kan een belangrijke bijdrage leveren aan de organisatie van de zorg in de toekomst. Van het thema kwetsbaarheid nu naar team en organisatie. In mijn ziekenhuis het MMC vormen de SIH-arts en de internist acute geneeskunde een team op de SIH. De SIH-artsen bevinden zich in het proces van uitbreiding. De SIH zit organisatorisch in de overgangsfase waarbij de SIH-arts de leider van de spoedzorg moet worden. Met name chirurgen en orthopeden profiteren van deze ontwikkeling. Deze specialisten kunnen de toestroom in de huidige tijd niet meer op eigen kracht opvangen. Voor de interne geneeskunde, waar het volume van zorg in absolute zin lager is, ligt dat anders. De internisten kunnen wel 7 keer 24 uur dekking bieden. In Maastricht is er geen SIH-arts. De patiënten worden gezien door verpleegkundig specialisten en chirurgen al dan niet in opleiding voor trauma's of chirurgisch gerelateerde problematiek. Voor de beschouwende patiënten is de internist of internist in opleiding aanwezig, 7 keer 24 uur. Ook de andere beschouwers, zoals neurologen, longartsen, cardiologen, hebben zo'n systeem. De vraag doet zich voor hoe het systeem zonder SIH-arts, Maastricht, zich kwalitatief verhoudt tot het systeem met SIH-arts, zoals in MMC. Een organisatie zonder SIH-arts is niet uniek. Ook het UMCU heeft dat systeem. Met een internist acute geneeskunde en een chirurg als centrale dokters op de SIH. Samen met Lisette Mignot, SIH-arts MMC, gaan we proberen te onderzoeken hoe het team met SIH-arts functioneert in vergelijking met een team zonder SIH-arts. Organisatie van zorg. Samenstelling van de teams. Meerdere wegen naar Rome. We moeten de meest veilige weg identificeren. De meest veilige weg voor doelmatige zorg. De toestroom naar de SIH wisselt gedurende de week. Op vrijdagen komen de meeste mensen, op zaterdag en zondag de minste. Overdag is de grootste toestroom en de piekmoment in de middag. Psychische factoren en bedrijfstechnische factoren, met name van de eerste lijn, liggen hier mede aan ten grondslag. Het team van de SIH zal zijn organisatie hierop moeten aanpassen. Organiseer de spoed. Stel het team samen rekening houdend met de bekende piek- en dalmomenten. Maak het systeem flexibel op samenstelling en inhoud. Competenties op afroep. Een inschatting van de drukte op de SIH kan gegeven worden door middel van de Edwin-score.
In deze score wordt gekeken naar het aantal aanwezige patiënten, de triagecategorie per patiënt, het aantal aanwezige artsen en het aantal beschikbare bedden in relatie met het aantal bezette bedden op de SEH. De Edwin-score wordt in onze grote database onderzocht. Dat onderzoek kan leiden tot adviezen om de inzet van personeel en ruimte anders in te richten. Langer verblijven op de SEH is in de literatuur geassocieerd met complicaties, slechtere zorg, ontevreden patiënten. Analyse van de logistiek in onze database toont ons dat de oudere patiënten een half uur langer op de SEH verblijven dan jongeren. De factoren van invloed op die langere verblijftijd zijn het aantal verrichte diagnostische testen, het aantal consulten van andere specialisten en de senioriteit van de verantwoordelijke eerste dokter. Met name de inzet van semi-artsen en artsassistenten niet in opleiding is geassocieerd met een langere verblijfduur op de SEH van oudere patiënten. Logisch, zult u denken. Maar in onze analyse is bij de jongere controlegroep alleen het aantal consulten significant geassocieerd met een langere verblijfsduur op de SEH. Comorbiditeit in zowel de oude als de jonge groep was niet van invloed op de verblijfsduur. Hogere urgentie van zorg, SEH-presentatie gedurende de nacht of in het weekend, was geassocieerd met een kortere verblijfsduur van oudere patiënten. Naast medische factoren zijn er dus ook organisatorische factoren van invloed op de kwaliteit van zorg. Op dit moment wordt in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven de zorg op de SEH als een logistiek proces in kaart gebracht door middel van een simulatiemodel. In dit model kunnen op theoretische basis oplossingen worden gezocht voor logistieke problemen. Organisatieaanpassingen in de zorg. Deze oplossingen kunnen vervolgens in de praktijk worden toegepast. Nulmeting en meting tijdens simulatie van de doorlooptijden, patiënttevredenheid, alsmede kwaliteitsindicatoren en efficiëntieparameters worden vervolgens gemeten en gerapporteerd. Ik heb met u het toen besproken en uitgebreid stilgestaan bij het nu. En daarna komt straks. Ik heb u natuurlijk al veel verteld over straks. Je kan immers niet in het nu leven als je straks niet in beeld houdt. Straks hoop ik dat mijn onderzoek bijdraagt aan een veilige en doelmatige zorg, met name voor ouderen met een acuut medische zorgvraag. Het onderzoek zal in MUMC en MMC plaatsvinden in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven. In samenwerking met het Nederlands Onderzoeksconsortium Acute Interne Geneeskunde. Ook samenwerking in Europa ligt in de lijn der verwachting. Hierover zijn in mei jongsleden de eerste gedachten gewisseld. Ik stel me voor dat er straks zorgstraten zijn ontwikkeld van de eerste lijn naar de tweede lijn, ook voor de patiënt met aspecifieke klachten. Deze zorgstraten zijn eigendom van de eerste en de tweede lijn. Begeven zich dus over de grenzen heen. Met de acute internist als teamspeler. In centrale rol voor de beschouwende problemen. In een dienende rol bij de overige problemen. Dat ziet er dan goed uit. All is well. Geachte toehoorders, mijn betoog komt ten einde. Ik heb u verteld over toen, over nu en over straks. Ik heb u ook laten zien dat kunst een rol kan spelen in het ziekenhuis. Ziekenhuis, huis van genezing. Genezing die ook op alternatieve plaatsen wordt gezocht en soms gevonden. Alternatieve genezing in een museum bijvoorbeeld. Ik verwijs hiervoor naar de tentoonstelling in het Rijksmuseum Amsterdam. Daar is tot 7 september de tentoonstelling Art is Therapy te zien. Enkele jaren geleden heb ik in een campagne voor het Van Abbe Museum al een advertentie in de lokale krant hierop gewezen. Mijn bron, mijn moderne well van Esculapius, ik wil het u niet onthouden, is het Van Abbe Museum. Het Van Abbe maakt beter. Dank. Ik dank u, meneer de rector magnificus, het college van bestuur van de Universiteit Maastricht voor een door mij gestelde vertrouwen. Door het instellen van de eerste leerstoel in de acute interne geneeskunde spreekt u vertrouwen uit in de acute interne geneeskunde als wetenschap en als onderdeel van het grote vakgebied interne geneeskunde. Leden van de Raad van Bestuur van het Max Medisch Centrum, hooggeleerde Zwaveling in het bijzonder. Het is voor mij een eer en voorrecht te mogen werken in uw en mijn ziekenhuis.
De visie die het ziekenhuis heeft om in te zetten op een SCZ-status met bijbehorend opleidings- en wetenschapsprofiel is sinds vele jaren een drijfveer. Als opleider interne geneeskunde heb ik meer dan 20 jaar aan mijn bijdrage mogen leveren. Ook bestuurlijk in een belangrijke periode, maar de laatste jaren vooral ook als decaan van ons ziekenhuis. Ik ben trots om deze leerstoel namens het MMC in te mogen vullen en ik ben dankbaar voor de gelegenheid die u heeft gecreëerd. Hooggeleerde Steehouwer, beste Koen. Je bent een decennium hoofdopleider en hoofd van de interne geneeskunde in Maastricht. Gedurende deze jaren hebben we een stevige werkrelatie opgebouwd. Enkele malen per jaar bespraken we lokale, regionale, landelijke problemen en kansen tijdens jouw bezoek aan het MMC of op een ander moment. Door jouw inzet en visie is de kwaliteit en kwantiteit van opleiden in de interne geneeskunde in onze regio op een hoog niveau gekomen. Met de hooggeleerde Koopmans aan jouw zijde. Dank voor de steun en het geven van de mogelijkheid om deze leerstoel in te vullen en daarmee onderdeel van jouw afdeling te worden. Ik verheug me op verdere samenwerking. Hooggeleerde Kempen en Hamers, beste Ruud en Jan. De zorg voor de mens bestaat uit een continue samenwerking tussen eerste en tweede lijn. Het onderzoek naar de kwetsbare ouderen kan door samenwerking tussen onze afdelingen een boost krijgen. Gerichte interventies in transmurale zorgsysteem. Ik verheug me op de samenwerking. Collega acute internisten. In de afgelopen jaren is er veel werk verricht. De visie en inzet van velen heeft ons inmiddels ver gebracht. Mijn dank aan allen om met jullie dit mee te maken. Namen zijn er veel. Ik wil op deze plaats Tom Geers, Ineke Schouten en Jan Termaten specifiek noemen. Prabhat Nana Yakkara is een reizende ster samen met Patricia Stassen en Stefanie Kleinagelgast. Karen Kaasjaar, de volgende hoogleraar acute interne geneeskunde in ons vakgebied. Met jullie en al die anderen gaan we de ontwikkeltocht vervolgen. Ik verheug me zeer. Zeer geleerde Stassen, beste Patricia. Je hebt als leider van de internisten acute geneeskunde van Maastricht al een solide organisatie neergezet. In het team de collega's Rennenberg, Henry, Koopmans, Borggeven, Van Molkot en Posthouwer. Met jouw creatieve geest sta je al voorop in het veld van de acute geneeskunde. Tijdens de internistendagen ben jij de laatste jaren de hoogst scorende internist qua inzendingen en prijzen. Mijn respect is groot, zeker gezien de beperkte mogelijkheden aan jou gegeven. Samen gaan we een sterk team vormen voor een mooie toekomst. Hooggewaardeerde vrienden en vriendinnen van de maatschap interne geneeskunde en maagdarm- en leverziekten. We hebben een groeiende club met betrekking tot aantal en betrekking tot inhoud. Kwaliteit komt steeds meer voorop. Ik ben jullie heel dankbaar voor de ruimte die je kreeg om te groeien op organisatorisch en wetenschappelijk terrein. Beste artsassistenten en studenten geneeskunde die ik in mijn carrière als opleider interne geneeskunde heb mogen begeleiden. Ik wil jullie danken voor de inspiratie die ik heb mogen ervaren vanuit de opleidingssituatie in al die jaren. Mede geïnspireerd door jullie frisse geesten kan ik als internist in een gevorderde fase van mijn carrière beginnen aan een nieuwe uitdagende periode. In herinnering aan mijn ouders die dit niet dan wel niet meer bewust mee kunnen maken. Mijn vader was mijn voorbeeld. Ik heb hem bewust nooit willen nadoen of opvolgen. Onbewust heb ik hem ongeveer volledig gekopieerd. We lijken veel op elkaar. Ik weet dat je trots zou zijn dat je trots bent. Mijn moeder kan deze dag door Alzheimer niet bewust meemaken. Maar ze is trots en elke keer blij als ik bij haar langskom. Dankzij jouw steun nog elke dag ben ik hier. Lieve Floor, Bas en Hester. Het liefste en mooiste gezin. Ik houd van jullie. Wat ik heb en wat ik bereik is dankzij jullie en is voor jullie. Floor heeft zich altijd weggecijferd voor mij en onze kinderen. Enkele jaren geleden had jij ook zo'n positie kunnen aanvaarden. Je hebt toen niet een stap willen maken. Nu wel. Nu ben je gepromoveerd tot bestuurder. Alweer samen gepromoveerd, zoals in 1993. Ik steun jou altijd zoals je mij steunt. Dames en heren toehoorders, ik heb gezegd, all is well.
Professor Haak, Harm, hartelijk dank voor deze interessante lezing. Het is een beschouwend vak, zei je, en internisten worden wel bekeken als denkers en niet doeners. En ik denk dat je dat ook heel goed hebt laten zien. Er zat een filosofische en historische inslag in je lezing. Dat vond ik al heel boeiend, maar vervolgens ging je ook over organisatie, leiderschap, rivaliteit tussen verschillende specialismen, maar ook de manier waarop die toch gelijkwaardig met elkaar moeten communiceren en dan weer één worden. Daar heb je het allemaal over gehad. En dan vervolgens was je misschien geen doener, maar toen je over je onderzoek begon, bleek toch wel dat je heel veel doet en ook heel veel wil doen. Ik denk dat het onderwerp, multimobiliteit, polyfarmacie, de ouderen, de kwetsbare mens, is natuurlijk een van de gezondheidsproblemen van de toekomst. Dus daarmee heb je de plaats van je leerstoel denk ik ook heel goed weergegeven. En we zien het allemaal met vertrouwen tegemoet, dus daar mag ik je mee feliciteren. Dan feliciteer ik natuurlijk ook de afdeling interne, die jou mag ontvangen. En de School Capri, met een paar representanten hier, die ook met je mogen samenwerken. En dan het Maxima Medisch Centrum. Het Maastrichtse UMC wil eigenlijk wel een knoop zijn in een netwerk van allerlei kennisinstellingen. Daar hoort het MMC ook bij. Het is soms ver, professor Zwaveling. Het is soms druk. Maar als je dat overwint, dan komen we toch met z'n allen bij elkaar en dan wordt het nog beter. En daarmee wil ik deze academische zitting sluiten. Dan gaan we recipiëren. Het is hier toch gewoonte om dat niet allemaal heel gestructureerd te doen in een hele lange rij, want dat is vervelend. Het is leuk als u elkaar ontmoet. Dus ik zou zeggen, mingle. En als u achter ons aanloopt, komt u vanzelf op de plaats waar de drankjes zijn. En daarmee sluit ik deze bijeenkomst.